Beste mensen, 5 juli 2020. Ik heb hier ook het nieuwe desinfectieapparaat van bij Albert Heijn. Zwaai. Het high-tech apparaat om je winkelkar te desinfecteren. Dat zal voldoende zijn. Ja, het is blijkbaar één zwaai. Zo, de afdeling van het brood. Hier het Frans brood, deze die ik gewoon ben, dus het wit Frans stokbrood. Altijd goed geprijsd, een euro. Er is natuurlijk ook wel een bruin brood, dus wel altijd iets beter voor de gezondheid. Ik ga die feitelijk ook wel zoiets meedoen. Er zijn nu kleine en grote. Wel interessant voor iemand die alleen is. Zo. En ook opnieuw hier de keuze van die broodjes is ruim. Ik zeg pistolets en dergelijke, alles is hier aanwezig, de croissants. Nou, dat is ook iets die bijzonder handig is. Ik heb dat in huis als ik hier geen brood heb, dat kost een halve euro. Dat zijn van die broodjes dat je in de oven moet doen. Maar het komt wel goed te pas als ik hier zonder brood zit. Dus dat kan best ook mee. En natuurlijk de afdeling van de confituur Bon Maman. Ik heb namelijk nog de abrikozenconfituur terug in voorraad nodig. Dus deze hier, die grote potten, zijn wel bijzonder voordelig. Zo. Ja, ik toon hier ook nog even de muesli in beeld. Dus op mijn profiel Mediamen 5 kunt u mijn verschillende ontbijten zien die ik klaarmaak met deze muesli. Je ziet het hier, dat is een prijsfavoriet ook. Ik zeg het bijzonder goed. Vooral deze hier met nootjes. Dus, lekker en vooral gezond. Ik zeg muesli in de morgen. Dus te zien op mijn profiel Mediamen 5. De ontbijten met de muesli. Voilà, dat was het, beste mensen. Tijd voor de kassa. Zo, mijn aankopen zijn achter de rug. Aan het desinfectatiemachine moet je wel wachten tot het groen licht is. Dus ik heb het wel niet volledig gedaan volgens de werkwijze. Je ziet hier, beste mensen, het volk stroomt toe bij de Albert Heijn te Hulst. Voilà, dat was de aankoop van het brood hier op vandaag. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.